Omgevingswet is een toekomstige wet die de huidige wetgeving rondom beheer en ontwikkeling van onze leefomgeving beoogt. In verband met de komende voorlichting van onze gemeente omtrent deze nieuwe wet ontvangt Peter van der Wouw, wethouder Smit en programmamanager Frans Albergenvoet op ons eigen Sint-Jansplein. Ja, goed. Ja. Nee, heerlijk weer. Hè? Ja, zalig. Ja. In de omgeving van het Sint-Jansplein in Mechelen op de eerste mooie lentedag van 2019. Waarom zijn we hier? We staan aan het begin van een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de omgevingswet. We gaan onze inwoners meer betrekken bij de voorbereiding. Ruimtelijke afwegingen die we mogen maken, daar gaan we onze inwoners bij betrekken. Ik doe dan ook een oproep aan alle inwoners om zoveel mogelijk hun bijdrage te leveren. Er zal binnenkort bij u op de mat een kaart landen waarin wij u vragen om een vragenlijst in te vullen. Waardoor u uw bijdrage kunt leveren in de totstandkoming van die nieuwe omgevingswet. Omgevingswet, nieuwe omgevingswet, is het iets typisch Oosterwijk gemeente of gaat het verder? De omgevingswet is natuurlijk een nationale aangelegenheid. Het is eigenlijk het samenbrengen van heel veel wetten. Maar er zit een bepaalde vrijheid in om als gemeente daar een eigen inrichting aan te geven. Dus vandaar onze oproep. Oké, een landelijke wet. Ik neem aan dat die dus ook voor iedereen en alles geldt. Alles en iedereen, met wel een grote verandering. Veel meer de mogelijkheid om onze inwoners aan de voorkant erbij te betrekken. Dus die inwoner komt aan zet. Welke beleidsterreinen bestrijkt u het? Wonen, werken, milieu, water? Eigenlijk in de volle breedte, op alle aspecten. Inderdaad, wonen, natuur, water. Inderdaad, in de volle breedte. Wat voor invloed kan de inwoner daarop hebben? Dat ligt ook deels aan de bereidheid van de inwoner om te participeren. Die kan dat zelf aangeven. En dan gaan we kijken per gebied hoe ver het reikt, wat verstandig is. Betekent dat de gemeente aan het kijken is welke regierol wel of niet de gemeente moet pakken. Welke rol, regierol, pakt de inwoner? Ja. Leg eens heel kort uit voor, ja, om het een beetje begrijpelijk te maken. Hoe is de procedure nu en hoe gaat die na 2021? Op dit moment is het zo dat wij via wetten heel veel hebben vastgelegd, eigenlijk op nationale schaal. Waarbij we eigenlijk meer zeggen nee tenzij in plaats van ja mits. Dus we maken een beweging naar veel meer betrokkenheid. Terwijl het wetboek een stuk dunner wordt, omdat de inwoner aangeeft waar hij behoefte heeft aan wetten. Als ik een initiatief wil nemen en ik kom bij de gemeente, van mag dat? Vraag ik u dan eerst van, heb je het daar met de buurman over gehad? Dat doen we nu al, hè. We vinden de dialoog heel belangrijk, maar het zal in de toekomst nog belangrijker worden. We gaan basisinformatie per gebied geven, maar daarna is die inwoner samen met een initiatiefnemer aan zet om te kijken wat ze samen willen. Dat betekent dat wij iets meer aan de zijlijn blijven staan om te kijken hoe dat proces loopt. En dan zullen wij pas een standpunt innemen of onze faciliterende rol aanbieden. Ja, faciliterende rol. Dat betekent dat inwoners en een initiatiefnemer samen tot een plan komen. Dan komt het verder in uitwerking en dan kan pas de gemeente een rol krijgen. En daarin is meer een ondersteunende rol naar de partijen die samen met iets bezig zijn. Ja. Als nou in de loop van het proces toch bezwaren boven komen drijven, zijn er dan nog procedures mogelijk om? Die zullen er altijd blijven. De mensen hebben rechten en de nieuwe wet zal die rechten niet afnemen. Alleen de plek waarin je over procedures praat en bezwaren, die wordt heel anders. Dus de betekenis van het proces aan de voorkant, waarbij die inwoner kan zeggen wat hij wil, die wordt veel belangrijker. Peter, je had het daarnet in je antwoord over een kaart die bij de mensen in de bus gaat vallen. Wat staat er op die kaart? Waar is die voor? Op die kaart staat een link naar een vragenlijst die we graag bij u onder de aandacht brengen. Waarmee we uiteindelijk met de antwoorden die u binnenkrijgen een ambitiedocument willen maken hoe we verder gaan met de invulling van de omgevingswet en welke dingen onze inwoners belangrijk vinden.
Fransel, dat gaat voor de inwoners van de gemeente Oosterwijk heel veel veranderen. Ja. Wat gaat er voor de ambtenaren van de gemeente Oosterwijk veranderen? Nou, ik denk heel veel. Er wordt dus nog wel uitgewerkt in de komende jaren. Maar we willen bijvoorbeeld kijken hoe we integraal naar initiatieven kunnen kijken. En ook hoe we meer kunnen initiatief kunnen laten bij inwoners, dat zij meer initiatieven ook kunnen indienen. En ook afhankelijk van wat nu uit de vragenlijsten komt, kan dat ook wel wat betekenen voor ons als ambtenaren. Dat wij dus ook moeten kijken welke regels gelden dan nog, waar kunnen we op loslaten. En hoe gaan we om met initiatieven en wat leggen we bij een inwoner neer of bij een organisatie. En waar zijn wij zelf nog aan zet. Ja. Gaat het de inbreng van de inwoner, de zelfstandige inwoner, gaat het niet een beetje verloren in het geheel? Als iemand een bezwaar heeft tegen een verandering, grote verandering in zijn omgeving, wordt hij dan nog wel gehoord? Het is juist de bedoeling dat inwoners al veel vroeger worden gehoord. Dus dat vooraf een initiatief wordt gestart, dus vooraf dat er plannen worden gemaakt. Dat als iemand iets wil, eerst met zijn buurt gaat overleggen wat ze daarvan vinden. Dus het verandert juist veel meer dat mensen vooraf met anderen overleggen. Dat daardoor nog de plannen eventueel kunnen worden aangepast. Dat je merkt van heeft dit plan kans van slagen of niet. Dus eigenlijk door die inbreng zo vroeg mogelijk te doen en zo vroeg mogelijk met mensen te praten, hopen we dat de latere procedures minder lang zullen duren. Dus als ik goed begrijp, nieuwe initiatieven worden straks getoetst. En dan is er eigenlijk al geen bezwaar van de buurt in opgenomen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je altijd als je met initiatieven aan de gang bent, dat er altijd de kans is dat mensen daar niet blij mee zullen zijn of daartegen zullen zijn. Dat kan ook. Alleen proberen we zo, doordat we mensen vragen om in een vroeg stadium met andere mensen erover te overleggen, dat eventuele aanpassingen, als mensen zeggen van nou, ik wil het plan op die en die manier aangepast hebben, dat nog meegenomen kan worden. Maar het wil niet zeggen dat er nu plannen komen die altijd door iedereen omhelst worden. Dit is nou het begin van de omgevingswetgeving. Ja. Hoe gaan we die verder volgen? Nou, als jullie die willen volgen, graag. Het is een heel lang traject. De wet wordt op 1 januari 2021 ingevoerd. Maar we zullen nog wel ook daarna een tijdje ermee bezig zijn. We gaan nu bezig dus met het ambitiedocument. Van hoe gaan we als gemeente samenwerken met onze inwoners en met andere partijen. En daarnaast zullen nog heel veel plannen, visies, ontwikkelingen volgen. Dus ik kan me voorstellen dat jullie regelmatig dat we elkaar bijpraten erover. Mensen die echt geïnteresseerd zijn, en als ik van de wethouder goed begrepen heb, moet iedereen eigenlijk geïnteresseerd zijn. Waar kunnen ze terecht? Ze kunnen terecht natuurlijk bij mij als programmamanager. We hebben ook een specifiek mailadres voor de omgevingswet. Ja. Het lijkt me heel handig als mensen willen mailen om dat mailadres te gebruiken met vragen. Dat is omgevingswet@oosterwijk.nl. Dat is duidelijk. Ja. We hebben zonder het ook nog onder in beeld zetten, dan komt het helemaal goed. Dat is heel fijn. Mensen die geïnteresseerd zijn en een klein beetje meer uitleg willen krijgen, hebben ze daar nog iets van op internet staan? Of? We hebben zelf nu nog niet een website of iets, willen we wel nog aan gaan bouwen. We willen echt ook mensen goed van informatie voorzien. Nu is er wel een landelijke website, die heet Aan de Slag met de Omgevingswet. Ik vind het zelf een hele fijne website, dus daar kunnen mensen ook al als ze willen informatie op krijgen. En wij zullen uiteraard ook onze eigen website of via een andere manier, maar dat is wel een belangrijk punt, dat mensen ook informatie kunnen krijgen. Fransel, Peter, dankjewel voor deze info en we houden jullie en de wet in de gaten.